Paradijsvogel, groep 8B. Petje af. Goedemorgen allemaal. Ja, ik heb wat te vertellen. Ik heb in de krant gelezen dat petjes slecht zijn voor je hersenen. Nee, maar ik heb juist gezien van een vlogger dat het juist goed is voor je hersenen. Het is gewoon ophouden allemaal. Nou, laat maar eens zien dan dat filmpje. Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ja, heel veel mensen vinden petjes slecht, maar ik vind dat ze gewoon super goed zijn. Dus ik doe lekker mijn petje op. En vandaag gaan we met mijn pet op, gaan we lekker door de sumo, met de sumo pak door de stad lopen. En zie je wel, petjes zijn helemaal niet slecht voor je hersenen. Ja, maar nee. Wat zo'n vlogger zegt is niet te vertrouwen. Je moet naar de krant luisteren, ze zijn slecht voor je hersenen. Ja, dat is echt goed. Ja, maar we zitten en doen die pet van je maar af. We gaan nu naar school tv kijken, jongens. Leuk dat jullie kijken naar school tv. We gaan kijken naar een interview over de heer Tromp. Hey, de heer Tromp, heeft u gehoord dat petjes slecht voor je hersenen zijn? Ja, dat heb ik gehoord. Maar dat is natuurlijk totale onzin. Make patches great again. Make patches great again. Make patches great again. Make patches great again. Oké, bedankt. Hallo, hoe zit het nou? Wie moeten we nou geloven? Ja, wie? Ja, ik weet het ook niet meer. Ik wel Peter Etchewel, professor in de pathologie. Hallo, met professor P. Etjes. Hallo? Ja, hoe zit het nou met die petjes? Zijn ze nou slecht of goed voor je hersenen? Oh, over petjes. Wacht, ik zal nog even op luidspreker. Petjes? Ja, daar weet ik natuurlijk alles van. Ja, ik heb dat heel lang bestudeerd. En ja, het zit namelijk zo. Ergens staat een petjesfabriek. En daar zit een directeur. Die wil natuurlijk heel veel geld verdienen. En daarvoor heeft hij een reclame gemaakt dat je slim wordt van petjes. Heb jij nog geen petje? Nee, niet zo. Nou, van petjes word je slim. Hier. Oh, dankjewel. Koop allemaal een petje als je slim wil zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Hij wil gewoon superveel verkopen. Medewerkers van hem gingen erover schrijven op internet. En daardoor zag je niet goed dat het reclame was. Kinderen die dat lazen, geloofden het. Kijk, je zegt dat petjes goed voor je zijn. En wilden natuurlijk dan allemaal zo'n petje. En andere kinderen die dat zagen en hoorden dat je slim werd van petjes, wilden dan natuurlijk ook een petje. En zo kwamen er steeds meer petjes. Eerst op scholen in Nederland en toen in landen over de hele wereld. Vervolgens komen er professors bij en die gaan meten. Zijn petjes nou echt beter voor je? En als dat gebeurt, gaan natuurlijk ook de journalisten ermee bemoeien. Hallo meneer, voelt u zich ook slimmer met de petje op? Word je nou echt slimmer van een petje, of niet? Uiteindelijk weet niemand meer wat er waar is. Dus, petjes zijn niet goed voor je hersenen, maar ook niet slecht. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je goede informatie hebt. Want kinderen hebben recht op informatie!